Zo zit die IPP-fotograaf, komt uit Emmeloord, is instructeur voor Scott Kelby, die jullie waarschijnlijk wel zullen kennen. En daarnaast een all-round Mr. Nice Guy, zei hij zelf. En daar gaan we nu even gebruik van maken. En ik weet dat hij kan toveren met licht. De ondertitel was Why Fake It If You Can't Create It. Nou, ik sta er 100% achter en laat het ons zien, Frank. Dank. Van fotografen. En ik heb mij opgeworpen om daar het gezicht van te zijn. En die mensen, dat zijn geen professionele fotografen, hoeven het te zijn, dat mag. Dat zijn mensen die hun hart op de goede plek hebben zitten. Dat zijn mensen die ervoor zorgen dat de mensen die het niet breed hebben, mensen die geen geld hebben, mensen die in de problemen zitten, mensen die in ziekenhuizen zitten, noem maar op, op die dag het belangrijkste kunnen krijgen wat je in je leven kan krijgen. En als fotograaf weten jullie precies waar ik op doel. Een portret. Dat is namelijk het moment waarop je wordt vastgelegd. Waarop je weet, ik doe ertoe, ik ben er. En die mensen zitten natuurlijk thuis. Zitten in een isolement. Die mensen komen er niet uit. Ik ben niet belangrijk voor de wereld. Niemand vindt mij interessant. En op die dag geef je niet alleen een portret, maar een stuk hoop. En ik wil je daarvan graag eventjes dit filmpje laten zien. En ik hoop dan dat we daarna heel veel aanmeldingen krijgen van jullie.